Oké, ik heb een vraagje. Zeg het eens. Wie was nou die meid waar je net was? Dat heb je verteld. Dat is Sanne. De enige fysieke vriendin die ik had. Maar heb je dan niet meer vrienden? Ja, ik heb jou natuurlijk. Heb je niet nog meer vrienden dan? Maar dan in het echt en niet via internet? Nee, die heb ik niet. Wat dan? Ik weet niet. Op de middelbare school wou niemand met me omgaan. Ze liet me een keer struikelen in de gang. Alle boeken lagen overal verspreid en een meisje kon ze helpen opruimen. Sanne. En vanaf dat moment waren we onafscheidelijk van elkaar. Maar ik weet niet, de laatste week voelde ik me bij haar zo... Wat voelde je? Verliefdheid, denk ik. Ja, ik weet niet, ik wil gewoon echt de hele tijd bij haar zijn. Als het moet, tot mijn dood. Maar dan gaan we terug. Ik bedoel, je moet zijn bij degene waarvan je houdt. Nee, dat gaan we niet doen. Ik wil haar echt niet aandoen. Straks sterf ik in haar huis, dat wil ik haar echt niet aandoen. Ja, maar dan moet je het haar vertellen. Hoe dan? Ik durf haar telefoontjes niet eens op te nemen. Maar misschien heeft ze wel een vermoeden. Zullen we misschien nog wat leuks gaan doen? Oké, kom, stap in. Ik ga je wel laten zien. Dit is een mooie plek. Bedankt dat je het laat zien. Ja, geen probleem. Ik reed hier langs toen ik onderweg was naar jou. Ik heb zelfs met de remmen voor een paar zwijnen. Die ik gewoon trouwens moet aanrijden, want dan had ik tenminste nog wat gehad voor de barbecue. Ja, overstekende zwijnen. De natuur kan erg mooi zijn. Oké, luister Simon. Ik weet dat je dit niet wil horen, maar ik vind dat je langs Sander moet gaan. Je moet je laatste uren spenderen met het meisje waar je van houdt. Maar ik wil het haar niet vertellen. Nou, kijk, ik snap dat het moeilijk is, maar je moet het wel doen. Maar dan laat ik jou in de steek. Nee, dat doe je absoluut niet. We hebben toch een geweldige dag samen gehad. Kijk, als je het niet wilt doen voor mij, doe het dan voor jezelf. Vooruit, ik doe het. Top, oké. En onthoud alsjeblieft dat ik er echt geen probleem mee heb. Ik ga je missen, Simon. Je bent echt een geweldige kerel. Ik wou dat ik je eerder had opgezocht. Jij bedankt voor alle leuke potjes die we gespeeld hebben. Ik ga jouw moeder gaan wel echt missen tijdens het gamen. We gaan elkaar weer zien. Tot die tijd blijft moeder zo dik dat daar nog twee keer in zijn vingers moest knippen. Wat? Jouw moeder is zo lelijk dat zelfs blinde kinderen gaan huilen. Jouw moeder is zo dom dat ze een donor terugziet omdat er een gat in zat. Jouw moeder is zo dik dat de sorteerhoed haar in vier verschillende afdelingen heeft gezet op Zwijnstein. Jouw moeder is zo dik dat zelfs Dora haar niet wil gaan verkennen. Oké, jij bent. Ik vond het erg leuk om te moeten. Gamers stond 1995. Zetkast heeft je gebeld of niet?